Deze Koninginnedag geen zon, maar wel dans, sport en oude rommel. Rond de singels was het weer feest. Om 6:30 verzamelden de eerste mensen zich al om hun spullen uit te stallen. Met een euro op zak gingen wij op zoek naar koopjes die in deze tijd altijd welkom zijn. Wat nou als ik maar 1 euro heb? Wat kan ik hier dan krijgen? De boeken die daar liggen, die kun je voor 1 euro krijgen. Ik denk enkele van de sieraden, de handenwarmers, het vaasje. De rest is antiek, dus daar moet wel iets meer voor komen. Kunnen jullie genoeg voor krijgen? Boekjes, sieraden, zelfs een schilderijtje voor 1 euro. En welk schilderijtje? Je mag zelf kiezen. Maakt niet uit. Van alle schilderijen die hier staan? Ja, ze mogen allemaal voor 1 euro per stuk weg. Ja, natuurlijk. Ja hoor, genoeg heb ik hier voor 1 euro. Kijk maar, een hele waslijn vol. Drinken voor 1 euro. Ja. Jullie hebben daar flesjes van de Albert Heijn staan. Die zijn 14 cent per stuk. Weet ik. Afzetters, hè? Ook de bezoekers kochten erop los. Een rode zakdoek. Schoen voor de neus. En wat is het goedkoopste wat u heeft gekocht? Die zakdoek. 50 cent. En ik heb een ring gekocht waarvan ik nu al weet dat ik hem nooit aandoe. Nee, dat is wel heel bijzonder. Hele grote ringen. Hoeveel was die? Deze was maar 2 euro. Nou, en dan de euro voor u. Ja, dank u wel. En de schilderij voor u. Dank u wel. Veel plezier ermee. Tot ziens. Tot ziens. Mensen die uitgekocht waren, konden zich lekker in het zweet werken. Op de Westerhaven waren veel sporten te beoefenen. Turnen, unihockey en zelfs parachutespringen. Nou, hij heeft net de kleine parachute uit zijn pocket weggegooid. Die vangt dan wind. En die heeft zoveel weerstand op dat hij de hele parachute uit de berg trekt, automatisch. En alles vangt wind en hij is open. Het is wat minder gedurfd, maar misschien nog moeilijker dan parachutespringen. Wij probeerden het uit. Er zijn mensen die doen dat elke vrijdagavond en die nemen een hele grote groep mensen mee, als het goed is. Klopt. Wat doen jullie precies? Nou, wij zijn niet echt een vereniging, een skatevereniging, maar we zijn wel een groep skaters. Nou, ik sta nog steeds wat te trillen op mijn benen, maar ja. Ik sta nog wel. Ja. Kun je me iets moois laten zien? Ik? Ja? Nou, even kijken. En voor wie nu nog geen genoeg heeft van Koninginnedag, gaat vanavond het feest nog even door.